moeten. Ja. Ik ben Anja van Signac Noord en we staan in een grote supermarkt aan de Benthuisstraat. Naast me staan twee mensen die echt alles kunnen vertellen wat er vandaag aan de hand is. Ik zie zoveel kinderen, zoveel mensen en daar willen wij natuurlijk meer van weten. Goedemiddag, wat is uw naam? Goedendag, ik ben Sabine van Dijk van Kinderparadijs Meidoorn en vandaag is het feest. En uw naam? Mijn naam is Ander van der Poel en ik ben de supermarktmanager. Mooi, en hoe is dit ontstaan? Nou, deze supermarkt is viert deze week dat ze 125 jaar zijn. En die willen dat heel graag vieren met mensen uit de wijk. En nou kennen wij toevallig als Kinderparadijs heel veel mensen uit de wijk. En bovendien zijn wij ook heel blij, want deze supermarkt die sponsort ook onze eetclub, Kokkies. En soms ook nog wel meer evenementen in Noord. Dus we doen graag wat voor hun. Meneer, dus dit is ontstaan. U wordt ook gesponsord met die spullen of niet? Nee, die stellen wij beschikbaar namens de winkel. En het is een samenwerking die we met Kinderparadijs zijn aangegaan, zoals Sabine al zei. Ja, en dat is hartstikke leuk om te doen. En op zo'n dag als vandaag is het helemaal fantastisch om met zoveel kinderen het feest te vieren. Ik zag heel veel kinderen. Hebben die van tevoren aan moeten melden? Hoe is het in zijn werking gegaan? Ja, de kinderen die hebben zich aan moeten melden. Dat gebeurde bij ons vooraan in de winkel bij de informatiebalie. En ieder kind wat in de feestweek jarig was, dat kon zich eigen opgeven. En die hebben een uitnodiging thuis ontvangen namens het Kinderparadijs om hier een verjaardagsfeestje in het klein te komen vieren. Maar moest je dan ook een ID meedoen? Want hoe weet je of het waar is of niet? Ja, een beetje goed vertrouwen en vertrouwen op het netwerk wat het Kinderparadijs heeft. Dan zit het wel goed. Ja.